In de Gouden Eeuw woont de Franse filosoof René Descartes in Nederland en werkt daar tamelijk geïsoleerd van de rest van de wereld aan zijn filosofische en wetenschappelijke ideeën. Descartes vraagt zich af, wat weet ik zeker? Hij is op zoek naar een methode om tot zekere kennis te komen. Kennis waar je voor de volle 100% zeker van bent en die dus volledig onbetwijfelbaar is. De eerste methode die hij gebruikt is de methode van de radicale twijfel. Alle overtuigingen waaraan te twijfelen valt, beschouwt hij niet langer als kennis. Descartes beargumenteerde dat hij niets of niemand als bron van kennis kon beschouwen als hij daar ooit door bedrogen was. Zijn leraren hebben hem onopzettelijk wel eens onwaarheden verteld. Leraren vallen daardoor af als bron van kennis. Ook zijn zintuigen hebben hem wel eens bedrogen. Als je aan het begin van een bospad staat bijvoorbeeld, lijkt dat pad aan het begin heel breed te zijn en in de verte lijkt het pad veel smaller te zijn. Maar als je naar dat punt in de verte loopt, dan lijkt de weg daar juist breed te zijn. In minstens één van deze gevallen bedriegen je ogen je. Zintuigen zijn dus onbetrouwbaar en kunnen dus geen bron van kennis zijn. Descartes gaat nog verder. Misschien ligt hij wel in bed en droomt hij dat hij bij de haard zit. Of nog erger, hij ligt niet eens in bed, maar er is een almachtige boze demon die hem in alles voor de gek houdt. Descartes denkt wel dat er een wereld is waarin hij op de Dam in Amsterdam woont, waar zijn lichaam bij de open haard zit, of in bed ligt, maar er is geen wereld, geen Amsterdam en Descartes heeft geen lichaam. Die boze demon houdt hem zelfs voor de gek als het gaat over wiskunde. Descartes heeft wel eens een heel moeilijk wiskundig probleem verkeerd opgelost. Maar hoe weet hij dan dat hij gemakkelijke problemen, zoals hoeveel 2 plus 2 is, wel goed heeft opgelost? Misschien laat die boze demon hem geloven dat 2 plus 2 4 is, terwijl het eigenlijk 85 en een kwart is. Wat weet Descartes nu zeker? Mogelijk alleen dat hij niets zeker weet. Maar Descartes heeft een uitweg. Hij stelt dat de boze demon hem niet kan laten twijfelen aan zijn eigen bestaan. Als hij zou twijfelen aan het feit dat hij bestaat, dan denkt hij dus, en om te kunnen denken, moet hij wel bestaan. Zijn eerste zekerheid is dan ook de waarheid van de bewering, ik denk, dus ik ben. Of in het Latijn, cogito ergo sum. Descartes weet nu dat hij een denkend ding is. Maar is er een wereld? Bestaat Amsterdam? Heeft hij een lichaam? Zolang de boze demon niet van het toneel verdwijnt, kan Descartes geen verdere kennis verwerven. Descartes vraagt zich af hoe hij weet dat ik denk, dus ik ben, waar is. Hij stelt dat het een helder en duidelijk inzicht is. Dat brengt hem bij de tweede methode. Alle beweringen die hij helder en duidelijk inziet, zijn waar. Descartes treft in zijn geest het idee van God aan. Het idee van een perfect wezen. Aangezien Descartes zelf imperfect is, is het voor hem helder en duidelijk inzichtelijk dat het idee van God afkomstig moet zijn van het perfecte wezen zelf en dat God dus moet bestaan. God is ook geen bedrieger, want het is helder en duidelijk inzichtelijk dat in bedrog imperfectie schuilt en dus zal de perfecte God hem niet bedriegen. Maar dan zijn Descartes' ideeën van de dingen in de fysische wereld dus afkomstig van die dingen. Er is dus een wereld, Amsterdam bestaat en hij heeft een lichaam. Descartes kan nu empirisch onderzoek gaan doen en gaat bijvoorbeeld koeienharten bij de slagers in de Kalverstraat halen om te bestuderen hoe het hart werkt. Descartes weet nu dat hij een geest is en een lichaam heeft. Hij meent dat beide substanties zijn. Descartes bepleit dus een substantiedualisme. Mensen bestaan uit twee substanties, een geestelijke en een lichamelijke substantie. Een substantie is datgene wat op zichzelf kan bestaan. De geestelijke substantie kan bestaan zonder de fysische en de fysische kan bestaan zonder de geestelijke. Maar ondanks dat we uit twee substanties bestaan, zijn ze op de een of andere manier nauw met elkaar verbonden. Je geest zit niet in een lichaam als een zeeman op zijn schip, die niet voelt als het schip beschadigd raakt, maar je voelt het in je geest als je lichaam in een spijker trapt. De essentiële eigenschap van een geestelijke substantie is denken. De essentiële eigenschap van de fysische substantie is uitgebreidheid, wat wil zeggen dat het plaats inneemt in de ruimte. Doordat geen twee fysische dingen dezelfde plek in de ruimte kunnen innemen, botsen ze de hele tijd tegen elkaar. Hierdoor ontstaat beweging in de fysische wereld. De geestelijke substantie heeft volgens Descartes geen uitgebreidheid. Prinses Elisabeth van der Pals merkte een probleem op met Descartes' dualisme en schrijft hem daar op 6 mei 1643 een brief over. Ze vraagt hem hoe een geest die geen uitgebreidheid bezit een lichaam in beweging kan zetten. En andersom, hoe kan het dat als ik in een spijker trap, ik in mijn geest die pijn ervaar? Dit is het interactieprobleem. Hoe kunnen lichaam en geest met elkaar interacteren als de geest geen uitgebreidheid bezit en dus niet tegen het lichaam kan botsen? Descartes schrijft Elisabeth uiteindelijk dat hij het niet weet, omdat we aan de ene kant weten dat het lichaam
en geest twee aparte substanties zijn en aan de andere kant weten dat lichaam en geest een eenheid vormen. De mens is niet in staat om deze twee waarheden tegelijkertijd te denken. Tegenwoordig beschouwen we dit interactieprobleem als onoplosbaar en daarmee als fataal voor het substantiedualisme. We moeten dus op zoek naar een andere theorie die uitlegt hoe lichaam en geest zich tot elkaar verhouden.